Zo best luisteraars, we beginnen. Dus ja, dus 11 uur en we hebben hier in de studio live in Heerlen Jordi Swillens uit Houten. Goedemorgen Jordi. Goedemorgen. We hebben ze weg goed gevangen? Ja, precies. Ja, nou niet zelf. Oh, nee, oké. Je hebt Tom laten zeker. Met hulp, hè? Ja. Die gewetsweed had je in Turkije, hè? Tom, hè? Nee. Ali. Ali. Ah, ja. Oké. Zo gaat hetzelfde. Jordi, vertel eens over jezelf. Nou, ja, ik ben Jordi Swellens. Ik kom uit Houten en ben ongeveer een jaar of veer bezig met zingen. Hoe ben je best op het idee gekomen om te zingen? Nou, ik ben eigenlijk begonnen met liedjes te schrijven, gewoon voor de flauwekul een beetje. En op een gegeven moment dacht ik van, laat ik me eens inschrijven voor het Valkenbergs Vastelovens Liedjesconcours. Dat was in 2006, november. Toen heb ik dat voor de eerste keer aan met gedaan voor de slagerverkiezing van 2007. Oké. Okay. En dat was één liedje. En toen had ik de smaak te pakken, dus toen ben ik aan het werk gegaan en ja, daarna kwam mijn eerste cd uit. Oh, netjes, ja. Leuk. En even kijken, ja, ik heb hier even wat genoteerd. Hij was 6 jaar dit mee met een drumband en playback shows. Klopt dat? Ja, klopt. Toch wel heel erg muzikaal. Ja, playback shows heb ik vroeger inderdaad al met gedaan als André van Duin met het Pizza Lied en Hit and Tit van Urbanus. Hit and Tit, ja, dat ken ik. Ja, en zelfs tot in Spanje in de hotels, waar playback show, en daar stond Jordi natuurlijk ook. Daar stond Jordi ook, ja. Ja. Oh, en heb je kunst van een muzikaal gezien, of de ouders heel erg muzikaal, of broertjes, zusjes? Ja, de ouders zijn eigenlijk allebei al jaren bij twee zaten harmoniekjes. Mm-hmm. Niet tegelijkertijd, maar de ene ging op de voet, ging eens bij de andere. Dacht ik wel. En mijn opa, die is eigenlijk ook altijd heel erg muzikaal geweest. Hij kende niet anders dan met een schieftrombone aan zijn mond. Met wat? Met een schieftrombone aan zijn mond. Oké, ja. Oké. Ja. Oh, dat is wel leuk op zich. Ja. Muzikale achtergrond. Heb je toch broertjes en zusjes? Of ik heb één ouder zus. Eén ouder zus, hoe oud? 30. 30, oh, nee, dan zeg ik het verkeerd, die wordt 30 in januari. Die wordt 30. Ik denk dat ze er heel erg geworden is op zich. Dan mag ze gewoon ouder. Hè? Ik geloof dat er gewoon pas in februari waren, dan klopt het allemaal. Ja, precies, dat is goed. Dan gaan we een kopje koffie drinken. We gaan eens kijken voor het eerste nummer of we gaan draaien van de Jordi. Wil, heb je het klaar lekker vieren? Nou, voor we zeker wat. We gaan een track drinken van zijn laatste nieuwe CD. En ja, dat geeft hij voor eens de stukken door. Deed. Ja, en volgens mij geeft hem dat niet zo gans goed af. Olé, oh, lekker is dat. Hè? Deze zondagochtend draaiden we deze van Jordi Swillens. Jordi, in 2006 heb ze een doorbraak gehad. Klopt dat? Ja, dat klopt. Toen is ze inderdaad heb ik met Fieske in de Frietenboot de eerste keer metgedaan aan de slagerverkiezing. In de Frietenboot? Fieske in de Frietenboot. Oh ja, dat liedje, oké. Okay, ja. Oh, leuk. Dus heb ze in 2006 bist er dan mee begonnen, zeg maar. Ja, maar dat was voor het carnavalseizoen van 2007. Ja. En wil ze zich meer richten op het carnavalsgebeuren? Ik heb me in eerste instantie helemaal gericht op het carnavalsgebeuren en het feestelijke. Ja. En eigenlijk vanaf mijn laatste cd, wat vorig jaar oktober uitgekomen is, zijn er eigenlijk ook meer door de jaarse nummers bijgekomen. Oké. Okay. Ja. En die zingt hoofdzakelijk ook Limburgs? Ik zing alleen maar Limburgs. Alleen maar Limburgs, ja. Oké. Okay. En wie kent dat, de drie? Met bijvoorbeeld zeggen tegen dich van, hey Jordi, kan ze een Nederlands nummer gaan zingen? Deed ze dat dan of zei ze van, nee jongens, dat is mijn repertoire, dat gewoon niet volgen? Nee, dat zou we altijd kennen. Ik heb bijvoorbeeld één nummer dat sting op de cd van vorig jaar, As tegen het Ruimbis. Dat zou een perfect nummer zijn om ook in het Nederlands te zingen. Ja, precies. Misschien verkopen aan Jan Smit. Ja, wie weet, hè. Wie weet wat je wel ontdekt daarvoor over in Nederland. Ja, wij weet. Ja, dat is inderdaad zo. Kijk, mensen Limburgs gaan zingen, dat is natuurlijk ook beperkt in Limburg. Want ik kan me voorstellen, mensen Limburgs zanger best, gaan ze niet in Brabant of in Friesland muziek maken. Nou, ik heb in Tilburg in een café opgetrooien met de kermis. Met de kermis? Ja. Oké. Okay. En heb ze gewoon Limburgs gezongen? Daar heb ik gewoon Limburgs gezongen, ja. En de gekke Tilburgers, die kijken daardoor, die hebben zich even wat vergeten. Nou, die boeit dat niet. Die doen op alles met, die gekke Brabanders. Ja, klopt. Nou, Brabant is ook een gezellig volk, dat is zo. In 2008 heb ze gewonnen. Wat heb ze gewonnen en waar heb ze het gewonnen? Dat was in Valkenberg, de slagerverkiezing. Met het liedje Toen met de schieftromboon. Toen met de schieftromboon. Dat was de Valkenbergse vastelopen slager van 2008. Oké, okay, dan hou ik echt de volgende vraag klaarstaan. Dit is zich al die nummers zelf schrijven, dat klopt hè? Ja, bijna alles. Oké, okay. En dan vragen we ook altijd even, daar zullen we zo'n reclame erover maken. Hoe maakt ze de cd's, in welke studio? Royal Music Productions. Royal Music Productions. Leidenbruin. Ja, Leidenbruin uit Kerichel. Ja. Leid is bekend die. Misschien loest het er wel op het moment. Wie weet, ja. Ook Leid de Bruin natuurlijk een hele goede morgen.
kennen, ja, Royal Music Productions uit Kerichro. En dat is ook natuurlijk Rowena B, hè? Ja, ook nog. Wens een duet kan zingen. Met wem wil ze dat wel eens een keer doen? Of zou ze dat een keer willen doen? Misschien met Rowena, wij weet. Misschien met Rowena, ja. Ja, Rowena is ook een loester bij deze natuurlijk. Hè. Rowena, ook een hele goede morgen. Ja, best luisteraars, mochten jullie vragen hebben aan Jordi, mogen jullie die uiteraard gewoon even stellen in onze welbekende MSN, limburg.express@live.nl. En voor degenen die gevorderde luisteraars bij ons, is het gewoon de limburg-express@live.nl. Telefoneren kan ook natuurlijk, dat is 06-39-34-4948, ik herhaal, 06-39-34-49-48. En dan gaan we nu verder met de volle kaart. Met de volle kaart? Eens kijken wie er kin heeft zo meteen. Nou, ik wou eerlijk gezegd beginnen met een vieske in de frietenboot op de vroege morgen. Op de vroege morgen aan frieten denken. Goed zo, gaan we dat doen. Oké. Okay. De laatste frieten zijn op het sloot dat geit erop. Fisken in de frietenboot. Oh, lekker hè? Ja, dan denk je aan de frietjes. En dan heb ik zoiets van, oh, vandaag is zondag. Eigenlijk koken wij op zondag thuis nooit, dus misschien wel frieten. Met zuurvlees. Met zuurvlees, ja. Dat vind ik, verzondig moet er zuurvlees bij. Verzondig, oké. En door de week gaan ze een frikandel of een kroketje erbij pakken. Precies. Oké, ja, een beetje luxe hè. We hebben ze een nummer geschreven voor de groep, Groen Leeg. Ja, klopt. Ja, ik heb meerdere nummers voor andere artiesten geschreven, maar voor Groen Leeg, dat waren een groep uit Wienensrouw, die gingen daar aan de plaatselijke slagenverkiezing mee doen. En die zijn daar derde geworden met een liedje over de Basies. De Basies? Ja, die ken ik van de WK. Die hebben ze in een kist gegooid en die met de carnaval komen die weer uit die kist en dan gaan ze met carnaval vieren. De minste niet. Ja. En ben je zelf een carnavalist? Ja. Goed, dat is ook midden in de LVK dit jaar of komend jaar, dus in februari. Ja, dat is wel de bedoeling. En 18 februari is dat ook het LVK. En daar doet Jordi Swellens ook uiteraard mee. En gewoon voor kieken wie verder kunt. Ja, op 18 februari, dit is nog even de vraag of ik dat mee doe. Ik moet eerst even door de veurronde heen komen. Ja, klopt, ja. Naar de halve finale. En dan in de halve finale, dan moet iedereen gaan stemmen. Moeten ze de bunnetjes gaan invullen. En dan kennen het zijn dat ik inderdaad 18 februari... En waarom moeten de mensen op Jordi Swellens gaan stemmen? Omdat ik in die finale wil komen. Lekker vroeg, ja. Ja, het wordt tijd dat weer eens een keer in de gemeente Valkenberg in die finale kampen van het LVK. Ja. En ik denk dat ze een hele drukke periode nu tegemoet geest. Sowieso richting de carnaval dan. Absoluut. Heb ze zich nog op het programma staan? Wordt ze best op avonden of zo gaan? Ja, van alles eigenlijk. Gans Limburg, een beetje Maastricht, IJsde. Een paar weken geleden heb je een optreden opstaan in de buurt van Venlo. Richting de Zoepkoel. Oh, dat is ook leuk uiteraard. Mm-hmm. Wat doet Jordi Swellens voor werk overdag? Ik ben reisadviseur. Reisbureau, ja. Oké. Okay. Doe je zelf ook graag reizen? Ja. Dat vind ik ook wel leuk, denk ik. Ja, absoluut. Ja, wie niet, hè. Ik heb nog een leuke vraag. Wat is je favoriete artiest? Hebben ze een voorbeeld? Of hebben ze zo gehad van, dat heb ik vroeger heel vaak nog gezongen? Nou, ik kan niet zeggen dat het echt mijn aller favoriete artiest is, maar wie ik begon met zingen, voordat ik eigen nummers zei, deed ik heel veel op bestaande melodieën. En dat waren heel vaak een beetje de uptempo nummers van Frans Bauer. Okay. Maar dat was dus eigenlijk dat nummer van Een Ons Geluk van Frans Bauer. Dat maakte ik dan van, geef me maar een pils en doch de rest ook nog maar eind. En wij dat dan niet lust, het pecht, ik red dan lekker geind. Oké, gaan. Van die teksten schreef ik daarop. Ja, leuk. En ik ben ook wel een pilsdrinker. Ja. Ik wil je een pilsje gaan aanbieden, maar zo vreugd. Ja, dus, ik ben met de auto, dus. Ja, ik ook. Hey, dat is van tevoren even gezegd. Heb je een chauffeur met genoemd? We hebben Elski in Tafel zetten. Die hadden 3 bewijzen, dus ik had er 3. Oké. Goed, even kijken. Wat is het leukste dan wat ze ooit geschreven hebt en wat ze ooit gezongen hebt? Ik denk dat iedere artiest wel een beetje dan gaat kijken naar zijn laatste nieuwe nummers. En ik moet zelf zeggen dat ik des, wat juist gedraaid wordt, dat Salvadore, de Klummelsticadore, dat is wel een nummer wat een beetje bij mij past. Een beetje flauwe kuil maken. Ja. Ik had zichzelf even promoten. Wanneer mensen dat je willen gewoon inhuren voor een leuke avond, een feestje of zo gaat, is dat mogelijk en hoe kunnen ze dat doen? Alle informatie over mij staat op mijn internetsite, dat is www.jordiswellens.com. Staat trouwens ook bij Limburg Express tussen de links. Dat was juist nog even gekeken. Hè. Hey, goed zo. Ja. En of ze kunnen mij bellen op 06-26-93-27-57. Ik moet eens even Maria, die mij even een beetje ondersteunen met een interview. Heb je nog een brandende vraag, Maria? Ik ga even de microfoon zo eventjes aan Maria geven. Nou, Jordi, wat was het leukste optreden ooit? Wat, laat maar zeggen, of een blooper of iets waar je een hele speciale herinnering aan hebt... Of waarvan je zegt, nou, dat moment zal ik dus echt nooit vergeten. Ik denk dat dat toch wel het grote optreden is geweest afgelopen jaar met Oude Wieverbal in Valkenburg. Het was
voor een paar duizend man, live op de televisie in heel Limburg. Maar we gaan proberen om dat moment te evenaren komende 18 februari op het LVK. Ja, beste mensen, jullie moeten zeker ook op Jordi stemmen. Want hoeveel stemmen mag je uitbrengen? Want volgens mij is het altijd meer, hè? 3 stemmen of zo mag je? Ja, volgens mij op een hele stembon. Er staan 20 liedjes op en dan moeten er volgens mij 6 of 8 aangestreept worden. Oké. Okay. En wanneer gaat het gebeuren dat de mensen mee kunnen stemmen? Nou, ik moet eerst nog doorkomen naar de halve finale. Ja. En als dat zo is, dan komen ergens in januari, afhankelijk van welke week dat ik in de halve finale sta, komen de bonnetjes in de kranten te staan. Voorrondes is gewoon insturen en 20 december worden de halve finalisten bekendgemaakt. Oké, maar jullie kunnen natuurlijk ook op Jordi stemmen, want binnenkort gaat Limburg Express ook een Limburg Express vaste lovenslager uitbrengen. Uitroepen moet ik zeggen. En dat is ook zijn 5 weken stemmen, kunnen jullie. En dan krijgen we ook een finale. En deze wordt live gestreamd op de Limburg Express. En als Jordi het goed vindt, voeg ik zijn nummer daaraan toe. Zeker, heel graag. Dus kunnen de luisteraars ook mee beslissen natuurlijk. Oké. En Wil, ja, wat heb je voor ons? Ik denk, dan moet je wat gaan vertellen. Maar ja, inmiddels heb ik zoveel nummers hier klaargezet, maar we komen steeds weer terug op het oude Weaver gebeuren in Valkenburg. Da-dam, ba-dam, bam, bam, bam. Ja, voor iedereen allemaal een hele goede morgen. Je luistert hier rechtstreeks naar de klanken, de geluiden vanuit de studio in Heerlen van de Limburg Express. Momenteel met een interview met niemand minder dan Jordi Swillems uit de gemeente Houtum. En Jordi zit natuurlijk hier aan tafel koffie te leuteren met ons hier. Lekker gezellig. Die hebben ze ook hives, hè? Klopt, ja. Mensen kunnen ook vriendjes worden met Jordi Swillems. Dat mag altijd, ja. Ja, dan kunnen ze gewoon het beste en toen ze gewoon even Jordi Swillems, Houtum, en dan vingen ze die gewoon, denk ik. Ja, ja. Oké, dus mocht je vriendjes willen worden op Hives, ja, tegenwoordig is iedereen een Hives-fever, dan kan dat uiteraard gewoon eventjes zoeken op Jordi Swillens en dan kun je ook een vriendje worden met hem, een leuke krabbel sturen en sowieso ga stemmen op Jordi als hij in het LVK komt dadelijk. Dat is natuurlijk heel leuk en uiteraard gaat hij dan ook wel eens een keer een avond voor ons zingen. Ja. Goed, even kijken. Het volgende nummer gaan we speciaal draaien. Eventjes voor iedereen allemaal die luistert. En die krijgen we ook aangeboden namens de hele Rutbeteut hier. En we doen het met het liedje van Jordi Swillens. Getiteld One For You. En ik ga Wiel aankijken. Wiel, staat hij klaar of zit hij klaar? Hij staat altijd klaar. Komt-ie.